Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat problemen bij de landelijke ambtenarenregistratie geleid hebben tot geblokkeerde salarissen van onderwijzend en niet-onderwijzend personeel. Het ministerie geeft aan dat deze personen persoonlijk een verweerbrief met legitimatiebewijs kunnen afgeven bij de afdeling Agenda aan de Kafiloudistraat. De brieven worden dan samen met een begeleidende brief van de directeur administratief technisch beheer naar de directeur binnenlandse zaken gestuurd. Minister Stephen McAndrew ontving op 24 mei van Joyce Lapaar, directeur van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, de SAO, het boek Vonk van Ambitie. Dit boek viert Lapaars 25-jarig dienstverband en de 43ste verjaardag van de SAO met succesverhalen van cursisten en instructeurs. De minister prees de SAO vooral voor het project Rokofumik Money, dat gratis vaktrainingen biedt aan 16 tot 40-jarigen. Hij hoopt dat het boek velen inspireert om hun doelen te bereiken door passie en toewijding. 33 leerlingen uit het Boven-Saramakka-gebied bezochten op 23 mei minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport in Paramaribo. Minister Emmanuel moedigde hen aan om zich op hun opleiding te richten en waarschuwde tegen de illegale goudsector. Ze benadrukte het belang van onderwijs en de uitdagingen in het Matawai-gebied. Na het gesprek deelden de kinderen hun toekomstvisies en genoten van een hapje en een drankje. Ze bezochten ook andere overheidsinstanties, Staatsolie en de Nationale Assemblée.